Oh mijn god, ik ben geband. Teringleiers. Fucking teringleiers. Ik ben geen YouTuber, dus je mag mijn stream snipen en me killen. Ja, kill me. Lekker gedaan. Dames en heren, Metopia kan de tyfus krijgen. Let's go. Mag ik een hype in de chat? Dames en heren, voor duidelijkheid, dit is niet afgesproken. Dit wordt geen gekke roleplay stream. Waarin ik denk, opdracht. Ik heb je gedropt. What the fuck? Waarom? Waarom? In de middel, fucking nou. Echt, ik weet oprecht niet eens waar ik naartoe moet. Krijg je 100k? What the fuck, chat? Jullie moeten me helpen, boys. Ik zweer het je. Ja. Oh, what the fuck. Hij gaat niet in een UFO weg. Godsamme, waar ben ik, oh? Ik ben... Moet je kijken waar ik ben. 4.500. Voor mij zit ik in de uithoek van de map. Ja, deze gast stuurde coördinaten in Nieuwpoort van zijn winkel. Min 3.500 en plus 2. Dat is 8.000 blokken lopen, broer. What the fuck gebeurt hier? Ik zweer het, het spookt hier, maat. Huh? Een zombie in Mytopia? Lijpe dingen, what the fuck is dit? Als ik het haal binnen, nog 50 minuten te gaan, dan heb ik 100k verdiend. Godverdomme. Doe normaal. Flikker op. Flikker op, gaan ze echt met wapens achter me aankomen, ja? Dan gaan we dat bos in, flikker maar op ook. Ik heb geen tijd voor jullie wapens. Ik heb geen tijd, ik moet 100k verdienen, vriend. Flikker toch op. Gaan ze echt met bivak... opeens ben ik weg. Ik ben naar een magische portal gegaan. Flikker op. Dit kan niet. Nee, de terrorlijst zit te streamsniper om mij te killen. Flikker, jongen. Wat een flikker, echt waar. Ga je echt sneu streamsnipen. Als jij dat zo ziet... Zo ziet, bro. Je hebt me niet legit gevonden. Je kan me toevallig tegen. Toevallig met je bivakmuts. Wat een lastige vent, hè? Maar even serieus. Krijg je dan thuis niet genoeg aandacht? Of waar kan ik je mee helpen, grote vriend? Waar kan ik je mee helpen? Echt waar. Serieus. Alsjeblieft, laat me met rust. Alsjeblieft. Lekker hier. Lekker boom. Lekker boom. Lekker gedisconnect. Lekker voor je. Lekker voor je. Lekker hier. Lekker, lekker. Lekker gedisconnect. Lekker voor je. Hier, lekker, lekker, lekker. Wat een gast, jongen. Wat een bloedhond, echt waar. Echt een flikker eerste klasser. Hij vraagt of hij iets meer kan toelichten. Flikker op. Oh mijn god, ik ben geband. Teringleiers. Fucking teringleiers. Ben ik serieus geband? Wat een teringleier is het. Die Bradley, echt waar. Oh, ik zei het nog, hè. Je moeder zal trots op je zijn. Godverdomme, wat een bloedhond is het ook. Ben je echt zo'n sneuwe guy. Bradley, ben je echt zo'n triest pleuris, joh. Oh... Hoe kan je zo als mens zijn ook, hè? Hoe kan je zo zijn? Wat een teringhond. Oh, als ik geen unban krijg, ik zweer het je. Bij die jongen moeten we een kuub zand op zijn adres bestellen. Wat een kutjong. Oh, mijn motivatie was al niet hoog. Ik heb een uur om naar Kenny toe te gaan. Ik heb nog 35 minuten om te zorgen dat ik een unban krijg. Gaat hij maar oprecht op... Je mag ten eerste niet streamsnipen. En ten tweede mag je een streamer niet killen, zijn de regels. Doet hij allebei, ik log uit, ik word geband. Echt, ik zweer het je hier. Hier, vriend. Oh, bro, ik begin ook niet over jouw moeder. Maatje, niet huilen. Niet komen janken als je twee regels overtreedt. En dan naar staf gaan. Hier, alsjeblieft, hij is gekomen, bedlocked. Alsjeblieft, ga... Ik zei het nog. Ga bij... De vrouw die je gebaard heeft, dat uithuilen, alsjeblieft. Maar hoe triest als persoon ben je? Flikker toch op. Ik hoop dat je je struikelt.
Dat je al je voortanden verliest als je struikelt. Echt waar? Echt waar? Oh, je hebt geen vrienden gemaakt in deze stream, kan ik je vertellen. Er zijn 60 man die geen vrienden meer met je zijn. Oh. Al voort als je bij een Topi speelt, je komt Bradley tegen, zeg trieste guy. Flikker toch op, vieze, vuile, tering bloedhond dat je bent. Echt waar, wat een moeilijk kereltje ben je. Bro, zeg het neef. Niet stoer doen, je bent waarschijnlijk een fucking... Je heet Bradley. Je bent een white boy. Hou je mond met je holla, met je bro, met je neef. Ik ga stuk, ga alsjeblieft stuk. Weet je ook stuk gaat? Je moeder. Mag ik eventjes een clown spammen in die chat, boys, voor deze man? Want hij is één fucking grote internet meme. Lol meme. Deze man is één grote clown, ik zweer het je. Kijk, Steven, het is een beetje lastig omdat je een rankje momenteel niet hebt. Oh, flikker op, hij kan me niet helpen dat ik geen YouTube rank heb. Oh, dit is het enige waar je een fucking YouTube rank voor nodig hebt. En je gaat oprecht me niet helpen omdat mijn YouTube rank is gereset. Omdat ik een gesprek moet met Danny. Eerst mag ik alsjeblieft mijn rank terug, Danny. Alsjeblieft. Ik wil zo graag mijn YouTube rank zijn. Alsjeblieft. Oh, laat ook maar zitten dan. Laat ook maar dan. Godske leren. Flikker maar op met je YouTube rank dan. Maar beter gaat die Bradley, als die Bradley niet geband wordt, ik zweer het, wij gaan volgende keer een stream doen, dat we alle YouTubers één voor één gaan streamsnipen en killen live op stream. Ik zweer het, dat wordt het volgende idee. Ik ga het nu alvast opschrijven in mijn klapblok. Ik ben namelijk in het verleden wel eens gekild in streamen en dan moet je dus 10 minuten of een kwartier in de lobby staan, dan ben je weer op span en dan duurt het weer een half uur eer dat ik weer terug ben. Dus ik denk, nou, dit keer ga ik me niet weer laten killen. En dan daar heb ik namelijk zelf niks aan en diegene komt er vaak onbestraft vanaf. Of je moet er zelf nog een hoop tijd in steken dat hij geband wordt, maar ik denk, nou, daar heb ik geen zin in om weer een half uur van mijn stream verkloot te zijn, omdat één vervelend jochie me leukst denkt te zijn om te streamsnipen en dan te killen. Dus ik denk, log lekker uit en dan log ik na 2 minuten wel weer in. Maar toen was ik dus geband. Ja, ik zei al inderdaad van tevoren, dit wat ik net tegen jou vertel, legde ik toen ook uit. Van joh, ik ga niet voor de derde keer in de Mindtopia stream, dat ik weer Mindtopia speel na 2 of 3 weken. Dat ik dan vervolgens weer dood ga, weer allemaal tijd zitten voor doen, omdat één iemand leuk denkt te zijn. Want je mag niet streamsnipen en je mag geen streamer killen, maar daar hebben anderen dan bescheid aan. En dan, ik zelf vind persoonlijk dat ik niet veel heb aan een YouTube rank. Enkel dat ik het dan mijn stream in de Discord kan zetten, in de YouTube chat, dat daar een aantal kijkers vandaan komen. En dus dat ik geband word, dat ik dus dan geholpen kan worden. Dat is eigenlijk het enige wat ik eraan had. Want als ik dan met een plan kwam voor een stream, voor een veiling of iets, of ik ben wel met 2 of 3 of 4 dingen naar Melissa gekomen, en je zegt dan, oh ja, gaaf, goed idee. Veel tijd gestoken in het uitdenken, in het uitwerken, in het schrijven ervan. Daar gaat de tijd overheen, daar gaat via Melissa. En die zegt dan, oh ja, wat jij wil doen, moet dat via Danny. En Danny heeft 101 dingen vast en zeker te doen. En dan duurt het een aantal weken voordat mijn plan tot de bespreking komt. En dan komt daar weer een reactie van. En dat duurt dan weer een week voordat het terugkomt. Dus dan ben ik soms een aantal weken bezig voor 1 stream te regelen. Terwijl ik elke avond een stream moet hebben. Dus dan vind ik dat te veel werk om 1 ding voor elkaar te kunnen krijgen om te doen. Dus dan heeft het voor mij niet zoveel zin. Oké, doei! Dames en heren, mag ik een hype in de chat? Maar het is dus zo, ja, je hebt geen YouTube rank, dus streamsnipen is dan niet van orde. Want streamsnipen YouTubers mag inderdaad niet, maar je bent geen YouTuber. En streamers killen live mag ook niet, want maar je bent geen YouTuber, dus Bradley gaat vrij uit rond. Teringhond. Bradley, zou ik mijn coördinaten in beeld zetten? Ja, mensetje, let's go. Bradley, kill me. Ik ben geen YouTuber, dus je mag me stream snipen en me killen. Ja, kill me. Lekker gedaan. Paulusu, je bent een topper. Dames en heren, mijn Topia kan de tyfus krijgen. Let's go. Mag ik een hype in de chat? Paulusu, aandacht tekort. Let's go. Dames en heren, en dit is waarom ik geen Mindtopia speel. Precies om deze reden spelen we geen Mindtopia. Bradley, je moeder zal ontzettend trots op je zijn. Misschien
Is het wel zo dat Bradley en Paulusos moeders vriendinnen met elkaar zijn? En zijn ze samen ontzettend trots op jullie? Ik hoop het voor jullie van harte. En zo niet, snap ik ook al waarom ze niet trots op jullie zijn. Ai, ai, ai. Paulusos, je hebt geluk, want ik heb geen userbreak aangevraagd. Dus je mag me streamkillen. Niks aan de hand, streamkillen mag, dames en heren. Gefeliciteerd, 1 ban en 1 HTC verder. Oh, is die dan wel geband? Ik heb er geen YouTube rank, dan kan je toch niet geband worden? En dit is waarom ik uitlog, omdat ik nu verdomme een kwartier in die fucking lobby zit. En dan op spal en dan er weer bij het vliegveld terechtkom. En dan is het hele idee weg. Dames en heren, dat is ook geen 100k in het open, ja. Paulusu, lekker voor je. Dames en heren, mag ik een hype in de chat? Speciaal voor Paulusu. Die jongen hebben een lekkere band te pakken. Gooi eventjes een clown in de chat, alsjeblieft, zeg. Mag ik even zo'n meme of in de chat? Gooi die in de chat, alsjeblieft. Maar ik hoop dat je een leuke avond hebt gehad. Wij in ieder geval wel. Wij vieren dit als een groot feest. Dat komt goed, boys. Oi, Tinootje! Oh, nu komt er een hele bijzondere gift sub, dames en heren. Mag ik alvast een hype in de chat? Gooi een hype in de chat, kom maar. Jawel. Mag ik een hype in de chat? Lekker. Jimo gooit een giftsub naar Dus David, dames. Let's go! Dus David Games, gefeliciteerd met je giftsub. We weten dat je kijkt. Ah, flikkers. Waar moet ik heen? Ja, dag. Oh mijn god, op min 4000. Hier is die. De lul. De Sjaak. Hier staat hij, de lul. De lul. Jij bent de lul. Als... Ah, ik ben getapeet, jammer. Lekker voor hem. Ik ben bij Kenny. Ik ben op tijd. Het is 49. Kenny. Ik ben op tijd. Easy. Easy. 1 minuut voor tijd. Dank je wel daar voor je ene donatie. Let's go. Hey, nog een keertje. We gaan hard. Dankjewel voor de... Holy shit. Wat gebeurt hier, maat? Jim gaat subs gooien. Dames en heren, dit is een hype train. Network traffic geeft 5 subs. Let's go. Network traffic. Yeah. Doe je net spawn. What the fuck? What the fuck? Jets. Let's go. Let's go! Let's go! What the fuck! What the fuck! Joe Gallio heeft 50 euro gedoneerd. Nee, joh. Dit keer niet. Mag ik een hype spam in die fucking chat zien of wat? Let's go, boys! We hebben het verdiend, dames en heren. We hebben een ban. We zijn geband geweest in een stream. We zijn gekild geweest. We hebben een Mongool op laten sluiten. Die andere greep komt nog wel in de opsluitingsfase. We hebben een gesprek gehad met ome Danny live op stream. 50 euro naar het van Sogalio. Hype train met superveel gift subs. Dames en heren. Deze van jullie mag ik een tutu spammen. Jawel, kom maar. Kampioen. Kom maar. We gaan vliegen, chat. Gooi maar in de chat. Kom maar. Da 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 da